De warme kamers in de Sewaard, dat zijn eigenlijk openbare toegankelijke plekken waarin organisaties hun deuren openstellen, dus voor mensen om, om te ontmoeten, maar ook om een warme plek te hebben. In deze koude wintermaanden, waar energieprijzen hoog zijn en waar sommige mensen hun kachel uitzetten, daarvan hebben deze organisatie gezegd, nou daar willen wij een oplossing voor bieden. Dus wij zetten onze deuren open en zorgen ervoor dat mensen zich hier kunnen warmen, maar ook met elkaar het gesprek kunnen voeren. Ja, het is een beetje tweeledig. Aan de ene kant gaat het om het feit dat mensen misschien hun kachel niet aanzetten omdat de energierekening te hoog is. Nou, dan is het mooi dat er een plek is waar je terecht kan. Nou, zo zijn er een aantal plekken van verschillende organisaties. Karijn stelt zijn deuren open bij een aantal plekken. Een aantal wijkcentra, het Leger des Heils. Maar het zorgt er ook voor dat mensen een plek hebben waar ze elkaar kunnen ontmoeten en waar ze gesprekken kunnen voeren met elkaar. Nou, dat vinden we ook wel heel erg belangrijk, want daarmee gaan we ook eenzaamheid weer een beetje tegen. Het verschilt ook een beetje per plek, want in de wijkcentra heb je natuurlijk al van nature veel meer aandoop. Maar we hebben ervoor gekozen om ook in het stadhuis een warme kamer in te richten op een aantal vrijdagen. Loopt het niet storm. Nou, dat kan ook betekenen dat er geen behoefte aan is. Maar we denken ook dat het ook te maken heeft met de bekendheid daarvan. En het is wel mooi om hier binnen te stappen, want de gesprekken die worden hier wel gevoerd. En we zorgen ook dat er vaak een expert is, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, die hier alles kan vertellen over hoe zorg je ervoor dat jouw huis zo duurzaam mogelijk ingericht wordt. We hebben een aantal van onze wijkcentra die openen hun deuren. Akkers, wijkcentrum Noord, wijkcentrum Groenewoud. En Maaswijk, dat zijn wijkcentra die altijd al toegankelijk zijn, maar ook echt wel op de warmehuiskamer.nl te vinden zijn. Maar ook de bibliotheek is een plek. Het Leger des Heils, als initiatiefnemer van warmekamers.nl, die bieden natuurlijk ook een plek. En Karijn die heeft ook op een aantal locaties de deuren opengezet. Op warmekamers.nl, daar kan je alle informatie vinden. Dat is de website van het Leger des Heils. Dat wijst zich vanzelf. Dat is een interactief kaartje waar de openingstijden van de verschillende plekken te vinden zijn.